kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag boterkoek maken. Ik heb een leuk recept opgezocht op mijn tablet. En de link zal ik even delen in de omschrijving hier onder de video. Nou, hier staan alle ingrediënten en de instructies. Dus ik ga lekker aan beginnen. Ik heb hier op het aanrecht alvast wat ingrediënten staan. En die ga ik nu met jullie even doornemen. Nou, als ik op de ingrediëntenlijst kijk, zie ik dat we 250 gram bloem nodig hebben. Dus dat ga ik zo meteen al even in deze kom doen, denk ik. Moet ik even de instructies lezen. Wat je verder nodig hebt, is 200 gram suiker. Dat heb ik al wel eventjes afgewogen. Gewoon witte suiker is dit. Wat je ook nodig hebt, is 200 gram ongezouten roomboter. Deze hebben jullie als het goed is ook gezien in de Lidl shoplog die ik laatst uploadde. Ligt er eventjes aan wanneer ik deze video ga uploaden. Maar deze kun je dus bij Lidl kopen, ongezouten. Dan 8 gram vanillesuiker. Nou, dat is gewoon zo'n zakje. Is dus precies 8 gram, dus dat is lekker makkelijk. Even kijken, 1 ei plus 1 ei extra om in te smeren. Dus 2 eieren. En een beetje zout. Nou, die heb ik hier ook klaarstaan. En tenslotte een vorm waar je het in wil gaan doen. Nou, ik heb deze siliconen vorm. En moet een vorm zijn van 24 of 26 centimeter doorsnee. Dus wat is dit? Nou, laten we dan maar beginnen. Ik ga de camera naar beneden laten richten, zodat jullie kunnen meekijken. De camera staat goed en ik ga eens even kijken wat we moeten doen. Mix de boter en beide soorten suiker in één kom tot een luchtig mengsel. Oké, nou dan pak ik dus deze. En beide soorten suiker. Dan doe ik eerst eventjes de 200 gram witte suiker erin. En 8 gram vanillesuiker. Dan zet ik dit geheel op de weegschaal. En dan doe ik hem aan, zodat hij dus op 0 komt te staan. En dan vervolgens pak ik de boter. En daarvan hebben we nodig 200 gram. Kijk, hier staat al precies op wat 200 gram is. Dus ik hoef het niet eens af te wegen. Ik kan gewoon hier het mes zetten. En dan heb ik dus dit nog over. En dan is dit 200 gram. Dus dat ga ik dus even. Dus deze kan hier vanaf. Die heb ik niet nodig. Straks nog wel om het bloem af te wegen. Zo, even een plankje. En even een mes pakken. Pak ik gewoon even zo'n mes. En kijk, dan zie je hier 200 gram. Nou, dan ga ik er gewoon van uit dat dat gewoon klopt. Moet je natuurlijk wel aan de goede kant beginnen altijd. Nou, en dan trek ik dit gewoon door. Het is boterkoek, dus er moet echt gewoon super veel boter in. Dit gaat erin, dan moet je kijken. Het is maar goed dat we veel wandelen. Dit ga ik opbergen en dan kan ik dit weer in de koelkast doen. Dit moet dus een luchtig geheel worden. Dus ik heb de mixer erbij gepakt en dan staat er van maak het tot een luchtig mengsel en dan voeg het ei en het snufje zout toe en als laatste voeg je de bloem toe. Dus ik ga eerst dit een beetje mengen. Nou, dit is vermengd. Zo. En dan gaan we naar het volgende. Het ei moet toegevoegd worden. Eerst even in een bakje. Zo. En er een klein velletje in. Hoppakee. Nou,
die is eruit. Ei kan toegevoegd worden. En dan ook als laatste voeg je de bloem toe. Dus een klein beetje zout er moet erbij. Snufje. Nou, dat is gewoon een klein beetje dus. En 250 gram bloem. Dat ga je nu ook alvast maar even doen. Deze even naast zetten. Ja, dat gaat goed. 250 gram bloem. Bijna. Ja. Perfect. Nou, hier aan de kant. Oeps. Oké, deze kan weg. Wat ik nu ga doen om de bol niet zo te laten stuiven, is ik ga het eerst eventjes omscheppen. Dan dus hebben we de bloem straks overal zitten. En mijn tablet die staat hiervoor met het recept. Er moet ook nog iets anders bij. Zou je denken, maar... Oh, ik zie dat we ook al bijna klaar zijn. Oké. Nou, dit ga ik even hier doen. Ik zet even mijn tablet een beetje aan de kant. Want ik wil niet dat die helemaal vies wordt natuurlijk. Zo. Maar goed, gaan we het mengen. Oké. Nou, met dit deeg, als je een handmixer hebt, dan gaat hij heel erg zijn eigen weg. Maar ik heb het goed gemixt. Ik heb nou nog één ei over, maar die hebben we zo meteen nodig. Nu ga ik eerst de bakvorm invetten. Met de boter, wat ik dus nog een beetje over had. Ik heb ook niet alles daarvan nodig. Maar dat ga ik even doen en dan kom ik weer bij jullie terug. De bodem is helemaal ingevet. En nou, ik kijk er eigenlijk wel van op dat dit beslag nu al klaar is. Maar goed, het staat er precies zo en ik heb het precies zo gedaan. Nou, even kijken. Vet het in. Verdeel het deeg over de bodem. Met de bolle kant van een lepel kun je het deeg mooi glad maken in de vorm. Ik ga het er eerst maar eens in doen. Even iets hoger doen. Dan kunnen jullie wat beter meekijken. Zo. Goed leegmaken natuurlijk. Dan pakken we even een lepel. En daarmee kan ik het dus mooi glad maken, staat er. Nou, pak ik even een lepel. Dan kan ik ook gelijk een beslag hier vanaf halen. Ik moet er dus mooi in. Ik ben benieuwd hoor of dit wat wordt. Hij is nu nog zo laag. Is dat normaal? Dit is wel ongeveer de afmeting wat ze zeggen. Er zit nu geen rijstmiddel of iets dergelijks in.
probeer hem zo glad mogelijk te doen. Ik vermoed dat het in de oven ook nog wel wat gladder wordt. Strijk het deeg met geklopt ei en maak een motief in de koek met een vork. Oké. Nou ja, gladder dan dit krijg ik hem niet. Dus hier moet ik het maar mee doen. Geklopt ei. Oké, dan heb ik weer een bakje nodig. Oké. Zo. Goed, dan gaan we dat even kloppen. Dan heb ik even een kleine garde erbij. Goed. Heb ik even dit dingetje. Dat was zo'nzelfde geval als deze van Action gekocht. Alleen, die was dus afgebroken. Of afgebroken. Hij schuifde er zeg maar steeds uit. Maar gaat nog prima zo. Dus ik doe het lekker met deze. En dan moet ik dit besmeren met dit. Nou kijk, dan maak ik het gelijk nog wat gladder, zie ik. Het was zeg maar wat te plakkerig om het met een lepel glad te krijgen. Ik ga er gewoon lekker wat ei overheen doen. Daarmee maak ik het dan mooi glad. En dan maak ik met een vork nog een leuk motiefje erin. Dan maken we nog een leuk motiefje. Goed. Nou, dan is dit tot zover klaar. Het ziet er wel leuk uit. Het is ongeveer zo dik. Zo dik ongeveer. Bak de boterkoek in 25 tot 30 minuten goudbruin op 180 graden boven- en onderwarmte. Een elektrische oven is dat dus. En daarna laat de koek afkoelen en snij in punten. Nou. En dat zou er dan zo uit moeten komen te zien. Ik ben heel erg zeer benieuwd. En ja, ik ga hem nu dus in de oven doen. En als die klaar is, dan laat ik hem aan jullie zien. Oh! Zelfs wat motiefje staat er nog in wat ik met de vork had gemaakt. Zie je dat? Nou, nu laat ik hem nog even afkoelen. Dan haal ik hem uit de vorm. En dan zal ik het aan jullie laten zien hoe het is geworden. De boterkoek is klaar. En hij ziet er echt heel lekker uit. En
ik ben benieuwd of die ook heel lekker smaakt. Dus ik ga hem nou in stukjes snijden. En dan, ja, dan gaan we lekker proeven. Ik heb in 16 stukjes gesneden en nou gaan we proeven. Ik ben heel benieuwd. Het ruikt wel lekker. Boterkoek. Het is nog een beetje warm, dus het moet nog even een beetje afkoelen. Maar het is wel lekker hard geworden, harde korst. En hier bovenop is ook hard. En hieronder ook, kijk. En dat smaakt toch lekker? Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Doei! Doei!